Een jaar of 10 geleden ben ik met bloggen begonnen. Stukjes schrijven, therapeutische stukjes. Vooral om mezelf te dwingen veel stukken te schrijven, achter te laten en wat aan kennismanagement te doen. Maar ja, wie leest en schrijft er nu eigenlijk nog? Tegenwoordig is bijna alles visueel. Dus daarmee bedoel ik foto's en video's en YouTube's en ga zo maar door. Kortom, zo na de vakantie is het tijd voor een nieuw experiment. En het nieuwe experiment, dat heet vloggen. Ik ga proberen om meerdere keren per week wat te vertellen over wat ik doe. Wat we bij Top doen. Wat mijn gedachten zijn op het nieuws. Welke boeken ik gelezen heb en dat soort dingen. En ik hoop dat het interessant gaat zijn. We gaan het merken. Tot de volgende keer.